Goedemiddag vanuit Suriname. Het is nu donderdag 1 december en ik ben op bezoek bij Soraya en haar moeder. Ik weet het, Soraya hebben we vaker bijgestaan. En afgelopen, wanneer is het gebeurd? Afgelopen zondag, Soraya, haar zus van 33, voelde zich niet zo lekker. En je hoort allemaal kinderen op de achtergrond. En die ging naar het ziekenhuis. 5 maanden zwanger. En is vrij plotseling overleden. 33 jaar, kunt je voorstellen, de klap voor de familie. Wij zijn gekomen om onze steun te betuigen. En om te kijken waarin ook wij in deze tot steun kunnen zijn. De begrafenis is in grote lijnen gekofferd. Maar u weet het, er komen altijd extra dingen bij kijken. Kleding, ja. Drank, misschien als er mensen komen. Ja, het is gewoon even zwaar voor de familie. En we gaan even de moeder, die is natuurlijk in complete shock als je dochter niet ziek was en in één keer sterft, zo jong. Moeder die heeft het natuurlijk ook al erg zwaar doordat ze de volledige zorg heeft over Soraya, die blind is en verlamd is. De dochter heette Fabiola, die had ook al een kindje van 12. Nou, komt nu ook onder de zorg van de moeder van Soraya, Maureen. En ja, we zitten hier, ja, je hebt natuurlijk geen woorden om te troosten, om te begrijpen wat er is gebeurd. Maar we willen wel zijn tot steun. En de zus van Soraya, Fabiola, 33 jaar, is dus afgelopen zondag vrij plotseling overleden. Ik ben hier niet voor sensatie, dus we gaan ook niet echt uitgebreid de moeder vragen stellen, want dat is niet nodig. Maar meer ook om, ja, we kennen Soraya natuurlijk, we hebben ondersteund. En ook, weer, ook in deze willen we ondersteunen. Dus ook in deze is niet de vraag van de moeder. Maar ik vraag dat of wij ook in deze kunnen ondersteunen. We zullen er eventjes in beeld brengen. We gaan Soraya even goed en dan gaan we zelf ook weer weg. Want u kunt je voorstellen dat er van alles geregeld moet worden. Vrijdag. 9 december is de begrafenis. En ja, laten we hopen dat we voor die tijd ook een financiële bijdrage kunnen leveren. Het leed kunnen we niet verzachten op geen enkele wijze. Maar misschien kunnen we wel een bijdrage leveren. Zodat er minder stress is en zorg is. Okay. Maureen. Ja, ik ga je eventjes in beeld brengen. Heel veel mensen wensen je allemaal sterkte en condolences. Ik denk dat je nog in een complete shock bent natuurlijk, dat je niet begrijpt. Want ze was niet ziek, hè? Nee. Ja. Ik ga er niet te lang... Ze wordt gecremeerd. Dat is goedkoper. Oh, ze hoort het zelf altijd hebben. Oké. En dat is aanstaande vrijdag, hè? Ja. Morgen, 9 december. 8 december is de community in Café Eenling, Maskermastraat. In Café Eenling? Maskermastraat. Waar is dat? Maskermastraat. Waar is dat? Rangoon. Rangoon? Ja, Maskermastraat. Oké, ik zal het ook allemaal straks, als ik die informatie heb erbij zetten. Van 8 tot 10. Van 8 tot 10, Seminity. En dan vrijdag 9 december. Is de crematie. Tijden heb ik even nog niet. Je hebt geen tijden nog? Nee. Want je sliep, je bent moe, je bent al sinds maandag alles aan het regelen. Heel veel geloperij. Je moet dan links, je moet dan rechts. Dat is echt heel erg geregeld. Ook dit stukje is in Suriname echt gewoon te triest. En je beeft, hè? Je voeten zijn nog niet goed. Alles beeft. Mm-hmm. Ja, en je ondersteunt ook een beetje hier? Ja. Ja.
Ja. Oké, okay, mensen, dat, ik haal moeder weer even uit beeld, want dat is niet... rekenen echt op jullie steun. Even nog Soraya ook even gedag zeggen. En dan gaan wij weg. Naar, het is niet fijn. Soraya, ja? Ik kom even met de mensen om je te groeten. Ja. Hoe gaat het, Soraya? Ook gecondoleerd natuurlijk namens ons. Ja, dank u wel. En heel veel moet er geregeld worden. Ja. Jij hebt nog je bedoestel nog niet geregeld? Nee, nog niet. Ik was zo. Dat ding hebben ze gezegd. Allee, had ik die katheter kan ophangen. Want iedere keer mee keren en zo is een beetje lastig. Ja, iemand had me gebeld. Die wil een bed voor jou kopen, hè? Ja. Dat is een meneer Antonia. En die wil een bed voor jou kopen. Ja. Had jij dit... was ook voor jou een shock natuurlijk. Dit dat jou met Fabiola is vrij plotseling is overleden. Ja. En voor mama. Toch? Ja. Ja. Niet ziek in één keer. Ja, klopt. Ja. Oké, de mensen willen je even groeten. Ik groet je ook. Ik ga ook niet te lang blijven. Ja, okay. Want, maar ik ga met mama verder dingen afspreken. Ik heb ook de mensen gevraagd. En ja, heel veel sterkte deze komende periode. Yes. En als ik wilde mensen vragen, zou ik door kunnen ondersteunen met geld voor, om de bus te betalen. Voor jou, hè? Ja, toch. Ja, want je gaat... In het blinde centrum. Ja. Ik heb laatst ook weer 50 euro voor je gekregen trouwens hoor, sorry. Ja. Maar dus als je weet als je taxi moet betalen, moet je me even bellen, toch? Ja. Dus dan... De Huberstichting bus, hè? De Huberstichting bus, ja. Dus mensen ook voor... ze vraagt ook om hulp. Want zij moet regelmatig naar de dokter en naar het blinde instituut, hè? Ja. Want dat is jouw enige uitje. Ja, dat is mijn enige. Eén keer in de week? Ja, één keer in de week. Elke donderdag. Vanaf ben ik wel niet hobby. Nee. En volgende week zal het ook weer niet gaan natuurlijk. Nee, de laatste dag ga ik wel, 15. Ja. Oké. Oké. Abon, dus mensen ook voor steun voor Soraya. Voor de rolstoelbus. Dat ze één keer in de week naar het blinde instituut kan gaan. En naar ook, de dokter. En naar de dokter. Ja. En ook met andere mensen kan zitten die ook slecht zien zijn of blind zijn. En je toch een beetje met gelijkgestemden kan zitten en praten. Ja. Waar je allemaal tegenaan loopt, want je kan nergens naartoe verder. Nee, je kunt niet eens met je rolstoel gaan wandelen in de stad. Want, ik liep aan dat podde. Okay. Ik moet iedereen en ik bedanken, iedereen die me gaat ondersteunen. Ja. Ja. Abon, sorry, heel veel sterkte. Ja, dank je. Ja. Oké, mensen, ik ga eruit. Even het gehoord, ik hoef er eigenlijk helemaal niks aan toe te voegen. Ook in deze reken ik op uw hulp. Sari Futru. Tot later.